tweede techniek waar ik het wil over hebben, is eigenlijk de sleutelbegrippen die je mee kan nemen uit het snellezen. Dus het maken van mindmappen of cognitieve mappen. Kun je me daar iets over vertellen? Want het grote voordeel is dat je in het midden van je pagina het centrale thema zit, je doelstelling of het onderwerp waar je over studeert, en dat je daarnaast kernwoorden gaat zetten, woorden die bij jou opkomen. Belangrijk is, een stuk vrije associatie. Dan komen de linken naar boven zoals ze in je hoofd liggen. En ga je ze achteraf opvullen van weer terug kunnen oproepen. Ja, als je deze techniek gebruikt na het snellezen, blijkt ook dat er heel veel begrippen vanuit je cursus met het snellezen gewoon hup, plotseling naar boven komen. Ja. Wat dus nog een verhoging geeft van het begrip dat je al hebt met het snellezen. Wat dan heel belangrijk is, om bij die woordjes een plaatje te tekenen. Je moet geen kunstenaar zijn om daar een beeld bij te zetten, ja, maar een symbool, een klein tekeningetje. Onze hersenen onthouden, zijn gek op beelden. En dan wordt het veel krachtiger en gaan we het ook veel langer onthouden. Ja. Nu je het hebt over die beeldjes, wat ik tracht te doen bij die beeldjes die ik erbij zet, ik tracht daar en beweging in te steken, en te zorgen dat dat beeldje iets zegt, en ervoor te zorgen dat dat beeldje verschillende kleuren heeft. Dat zijn weer verschillende delen in mijn hersenen die dan mee geactiveerd worden. Precies alsof ik bij het gebruik van sleutelwoorden eigenlijk een kerstboom in mijn hoofd aansteek, waardoor telkens als ik iets mij gevraagd wordt, dat ik pas het veel sneller naar boven kan halen, omdat er verschillende delen van mijn hersenen mee zijn met wat er gevraagd wordt. Het volgende stuk dat ik wil hebben is over het visualiseren.